In juni werden de Special Olympics gehouden in Amsterdam. En de medaillewinnaars werden eind september door wethouder Ankie Beenen in het zonnetje gezet. En er waren natuurlijk ook weer veel fans meegekomen naar de raadzaal. En voor iedereen was er natuurlijk voldoende gebak, koffie en frisdrank. En wethouder Ankie Beenen was de officiële vervanger van burgemeester Meijerman. Hij had helaas geen tijd. Heel feestelijk uit en dat moet van harte welkom hier in deze prachtige plaats. Heel fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Nou, allemaal. Ik heb begrepen dat er een paar sporters er vanavond niet bij zijn. Maar daar komen we straks nog wel even bij terug. Fijn dat jullie gekomen zijn met de ouders. Met broers, zussen, ooms, tantes, opa's, ik weet niet hoe het zit, maar met je familie. En dat vind ik ook heel erg fijn. Het is tenslotte niks wat jullie allemaal gepresteerd hebben tijdens die nationale Special Olympics in Amsterdam. Van 6 tot 8 juni deden jullie daarmee. Samen met 1700 andere sporters. Aan de onderdelen zwemmen en paardrijden. En jullie hebben daar een groot aantal, ik zie ze al, medailles gewonnen. 23 in totaal. En daar zijn wij natuurlijk, en vaantjes. Ja. En daar zijn wij ongelooflijk trots op. Nou, voor 6 tot en met 8 juni was het zo, konden jullie niet verliezen. Nee, want bij de Special Olympics is deelnemen belangrijker dan winnen. Ja. Sterker nog, deelnemen is winnen. Ja. Ja, want de eed van de Special Olympics die wordt afgelegd, die luidt immers niet voor niets. Ik hoop dat ik win. Maar als ik niet win, dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Klopt? Ja, ja, zeker wel. Nou, en omdat jullie voor ons allemaal winnaars zijn, wil ik jullie nu eigenlijk één voor één even in het zonnetje zetten en jullie ook een cadeautje overhandigen. Ja. Ja. Ik wou ook beginnen met de zwemmers. De zwemmers van de brug. Ik vertel nog even ervan, want dit jaar deden daar maar liefst 250 deelnemers mee aan die zwemwedstrijden in Amsterdam. En dat is niet niks. Van de Brug, de regio Veendam, deden er 15 deelnemers mee. En de onderdelen die gezwommen zijn, waren de 25 meter en de 50 meter vrije slag, de 25 meter en de 50 meter schootslag, de 25 meter rustslag en de estafette, 4x25 meter. Jullie wedstrijden begonnen op zaterdagmorgen met de plaatsing voor de finales. En het werd door sommigen van jullie al hele scherpe tijden neergezet. Nou, dat beloofde wat. En op zondag bij de finales hadden de dames bij de eerste prijsuitreiking al 5 medailles veroverd. Waaronder zelfs 2 keer goud. Ja. En is door jullie allemaal trouwens heel erg goed gezwommen. Dat mag ook wel even gezegd worden, hè? Want er zijn heel veel persoonlijke records die zaterdag al verbeterd. En ik kan me voorstellen dat jullie dan ook allemaal heel dik tevreden waren. Ja, hè? Ja. Zeker. Ja. Aan het eind van de dag waren er nog een paar hele spannende waarbij het ijzersterke herenteam, dus mij verteld, van Veendam met de eer ging strijken en dus goud van. Hè? Het damesestafette team, nou die deed het ook niet mis, want met een zilveren medaille was dat natuurlijk ook buitengewoon goed.
Jullie zijn totaal dus met 19 medailles naar huis gegaan. En dat is wel een heel erg groot compliment waard. Ja. Als ik nou zeg Alvin Boksen. Alvin, jongen, zesde, vierde en tweede. Dat is toch geweldig? Van harte gefeliciteerd. En dan moet je even omdraaien, dan gaan we allemaal mee zien die mooie zilveren medaille. Alvin, voor jou een cadeautje. Dat is voor cadeautje? Mij. Alsjeblieft. Johnny, van harte gefeliciteerd. Draai even om, jongen. Dit is van mij. Fantastisch. Voor jou ook een cadeau, alsjeblieft. Stefano de Thank you.
En dan de laatste, Jan Kortens. Deze bloemenhulde ging natuurlijk iedereen op de foto. En de sporters van de brug kregen na de officiële huldiging nog een certificaat uitgereikt. Als tastbare herinnering aan deze prachtige spelen. Tot zover onze reportage van de huldiging van de kampioenen van de Special Olympics 2008.